We gaan niet praten met elkaar. Wij gaan kijken naar het geheim. Voor het panel, dames en heren, panel, even serieus, want we zijn er nog niet. Er kan wel gelachen worden, maar het is nog lang niet geraden. De omschrijving is, ik zet mijn reputatie op het spel. Annemieke Verdoorn. Waarom heb ik deze nou net? heeft het iets met reputatie te maken? Huh? Of het iets met uw reputatie te maken heeft? Ik dacht het wel. Ja? Ja. Is het een spelletje? Reputatie, is het een spelletje? Nee, heeft het iets met spelletje te maken? Met dit spelletje? Met überhaupt een spelletje? Nou, ik doe graag spelletjes. U doet graag spelletjes. Ja. Het heeft iets met uw werk te maken? Verdient u er geld mee? Nee. Wat zegt u? Verdient u er geld mee? Met die reputatie op het spel zet, ik denk het niet. Nee. Gaat een hoop geld kosten, denk ik, of zo niet. heeft het een negatieve uitstraling, die reputatie op het spel zetten? Dat het dus eigenlijk niet zo leuk is? Nou, nee, hè? Nee. Ja. Het zijn een beetje vage vragen. Ik denk dat Gerard toch misschien wat gerichtere vragen heeft. U zet met het feit dat u hier nu zit, zet u uw reputatie op het spel? Nou, een beetje. Mevrouw heeft een tikje last van de keel. Ik heb het influenza op de keel. Ik was eerst voornemens om niet te komen, maar ik wou je niet teleurstellen. Ja, dat vinden we uitermate. Het gebruik van acht, maar u lijkt er verder niet op. Maar u bent niet die u lijkt, hè? Ja. Dat is heel goed. Ik vind het heel stom dat ik het niet het zie bij. Het is toch een vat. U speelt het heel goed. U zet dus met het feit dat u hier, als het straks onthuld wordt, dan krijgt uw reputatie een knak. Of althans, dat vreest u. Ja. Wat denk jij, knul? Ik weet het niet, maar... Ik mag. Ja, Tetske is. Is dat uw echte haarkleur? Het is een spoeling, dacht ik, of niet? Ik verander regelmatig. Heeft u het altijd langer gedragen? Ik heb het ook wel eens kort. Maakt u zich altijd zelf op? Wat zeg je? Maakt u zich altijd zelf op? Ja, ik heb haast niets nodig van mezelf. Doet u dat elke dag? Mijzelf opmaken? Ja. Nee, ik doe heel weinig. Het is een natuurlijke taak. Dit is uw feestmake-up. Nee, ik zie er altijd van mezelf al goed uit. Ja, ik vind u er fantastisch uitzien. Ja, die jongens... Jan Kees. Draag je deze kleding veel? Ik dacht, je een vrij grote garderobe had eigenlijk, of niet? Ik heb heel veel kleren, jongeman. Ja? Ja, daar zit je nou, Jan. Kunnen we niet beter een plaatje draaien? doe je wel meer tv? Iets van de laaienlichter of zo. Heb je meer met televisie te maken? Ik kijk vaak naar televisie. Ik kijk haast iedere dag. Ja. Ze kijkt haast iedere dag, dat klopt. Zit je ook aan de andere kant van het beeld? Je kan wel doorvragen, Jan, maar je tijd is om. Oh, sorry. De tweede ronde gaat in. Jullie mogen elkaar onderbreken, maar Annemieke is aan zet. Maar je mag onderbreken. Ja. Heeft u opplaknagels aan? Wat? Opplaknagels. Wat zijn dat? Of ze opplak... Ik denk het wel, ja. Hier, kijk, zal ik je laten zien. Ja, juist. Oh, wat eng ze. Houdt het in dat uw pruik misschien ook af kan? Maar ik doe het niet. Maar het kan wel. Kijk, hij zit erop. Prachtig. Van welke seksen bent u? Vrouwelijk of mannelijk? Wat zijn dat nou voor indiscrete vragen, Annemieke? Ja, druk dan ook, jongens. Ja, wie is dat? Gerard? Nee, ik druk niet. Dat is het einde belletje. Ja. Ik zie het niet. Dat is jammer. Je ziet het echt niet? Nee, gek, hè? Nee, jij weet het wel. Nou, Jan ik zie u uitstekend. Ja. Dat witte koppie. Ja. Ja, maar deze kan niet af. Nou, als zal ik hem maar regelen. Als Jan het weet, mag je drukken en mag je het zeggen. Ja, ik moest heel lang nadenken, maar nu weet je het al. Fred Oster. Ja.
Het was echt een stuk, hè, voor je niet? Ja, heel goed. Ja. Een goed uitziende dame. Nou, daarmee wil ik zeggen dat ik er ook goed uit kan zien, hè? Ja. Ja. Nou, jongens, perfect. Ik moet tot jullie troost zeggen, Fred. Wij hoeven niet te vertellen wat je doet, waar je vandaan komt. Nou, ik zou daar op prijs stellen. Dat weet de wereld al. Adverteren doet begeren, nietwaar? Dat is, je bedoelt dat je misschien nog een snabbel op deze manier kan hebben? Ja. Het panel heeft dankzij jou toch nog een bescheiden winst te kunnen halen. We hebben één onderwerp geraden, toch? Twee. Wat heb je dan nog meer geraden? Stelte. Ja, toen ik het jullie op. Nou goed, anderhalf. Strijden we niet over. Jullie hebben je best gedaan. Wij zijn alweer aan het eind. Leuk dat je er was. Je krijgt ook een cadeau. Schijnt het. Daar kwam ik voor. Ja. Kijk, ik geef het je vast. Jouw cadeau. Ik ben namelijk zo nieuwsgierig wat erin zit. Thuis openmaken. Niemand mag het weten. Dankjewel. Ja, dames en heren, helaas is de tijd weer om. Ik dank u voor het kijken. Ik dank de panelleden voor het meedoen. Gerard Cox bedankt. Teske van Ossewaarde. Jan Keizer. Annemieke Verdoren.